Vrijdag omstreeks 2:40 kwamen vertegenwoordigers van A-combinatie aan op het hoofdstembureau Sipaluwini. Toen bleek dat geen van de stukken van A-combinatie getekend waren. Op een persconferentie van A-combinatie vandaag zeiden alle leiders dat de stukken in orde waren en dat het gaat om overmacht. Ik vraag u mij voorlopig vrij te stellen om dus uitgebreid in te gaan op die overmachtssituatie, in te gaan welke aanleiding is geweest voor de te late registratie. Collega Alain die sprak over overmacht, een overmachtssituatie en het is er één. Ik kan u erbij verklappen van technische aard. Ook Brunswijk benadrukte dit nog eens een keer na de persconferentie. Ik heb al gezegd dat het overmachtssituatie is en ik ga niet in detail treden. Ik heb al uitgelegd dat de mensen vastzaten in het verkeer. De dingen zijn gemakkelijk, er waren zeer, dezelfde morgen was alles al getekend, dus er was niks aan de gang. Dus er waren toch problemen over kandidaatstelling. Waarom ontkent u dat? Mevrouw, niet aan Ramsaram heb ik dat ontkend, ik zeg, maar dat heeft niet geleid tot de overmachtssituatie. Maar het is laat getekend, toch? Nee. Hoe laat is het getekend? Is getekend, 11 uur. Alle machtigingen waren al 11 uur getekend. De kandidatenlijsten die ingediend worden, moeten volgens de wet getekend worden door de dagelijkse besturen van de partijen. Voor A-combinatie moesten de BEP, ABOP en CK tekenen. Dat zijn in totaal 3x3 per partij 9 bestuursleden. Geen van deze 9 bestuursleden hadden de lijsten getekend. Het hoofdstembureau Sipaluwini onder leiding van Raymond Landburg vergaderde hierover. Besloten werd de A-combinatie alsnog in de gelegenheid te stellen om de stukken te tekenen. Toen rond 4 uur nog niet alle handtekeningen binnen waren, besloot het hoofdstembureau na een vergadering de A-combinatie tot zaterdag 9 uur de gelegenheid te geven om de stukken te tekenen. Ronnie Brunswijk kwam omstreeks 4:30 en tekende de stukken achter gesloten deuren. Vale, calidad, te voy a decir.